Yes, I Will, dat we zo meteen gaan zingen, is een lied van vreugde. Het is geschreven door koning David in Psalm 34. Staat boven dat het geschreven is door koning David toen hij weggestuurd was bij koning Abimelech als een krankzinnige. En het verhaal is dat David bevrucht is van Saul en dan herkend wordt in de stad Gat als de moordenaar van Goliath. En ja, ik kan me voorstellen dat hij op dat moment wel bang was, want Goliath die kwam ook uit Gat. Dat de mensen daar niet heel blij met hem waren. Ja, wat er dan precies gebeurde weten we niet, maar David kiest ervoor om God te blijven prijzen en God te aanbidden. Om zijn vreugde in God te zoeken. En het gevolg daarvan is dat koning Abimelech hem wegstuurt. En ja, God hem eigenlijk beschermt op die manier. En zo is aanbidding een vorm waarin we kunnen kiezen onze vreugde te zoeken in, ondanks de omstandigheden, in lofprijzing. Op die manier God groter maken in alle omstandigheden. I kinda want one thing, the same God.